It's time for Vectors Bazen. zijn terug in je leven. Terug op je beeldscherm. Of op je oren. Hoe je deze podcast ook tot je neemt. Is het nou via YouTube, Spotify of Apple Podcasts. We zijn er zijn of iedereen overal. Met de favoriete verhalen van je favoriete vechters. Of het nou de legendes van gisteren zijn, de sterren van vandaag of de toppers van morgen. Ze zijn er allemaal. En uh, de man die hier vandaag zit is iemand die zeker zijn sporen al heeft verdiend in de, in de fastsportwereld. Marwan Tutu, goed dat je er bent. Dankjewel, dankjewel. Ja, ja, we gaan you. het met jou over van alles en nog wat hebben. Kerstfest, uh, One Championship, uh, contractant uh, nee. en dat je eerste wedstrijd gaat, gehad. Daar gaan we het uitgebreid over hebben en nog veel meer. Uh, Tof Dat je er bent. Rida, op de bank. Even weer vorige week aan tafel, nu weer op de bank. Ja, elke, elke week wat anders. Hè? Ja, elke week ja, wat anders. We ja, nee, ik, heb er weer, ik heb weer zin in vandaag man. Mede de, Apeldoorn. Dus, uh... Apeldoorn in de house. sowieso out de Apeldoorn. Jij was afgelopen weekend was je bij Glory Rifles, Kunnen we ja. het straks nog even over hebben. Uh, ik zou zeggen, laten we beginnen. We um, yes. begin altijd met het onderdeel dekking laag. Klinkt altijd een beetje gek voor een vechter. Eerst wat je leert, natuurlijk, handen hoog. Uh, maar ja, het is een onderwerp. Je krijgt tien stellingen op je afgevuurd en uh, je mag lekker snel reageren. En uh, dan kunnen we straks misschien nog verder over okay. praten. Dus ben je okay. er klaar voor? Yes, go. We doen. China of Marokko? Marokko. Bora of Hippo? Oeh. Oh. <laughs> Weet je het vraag? <laughs> ja, in, wel, in welke opzicht? Ze kijken allebei niet. Dus ja, dit ja, is uh... up. Dit is <laughs> up. In welke opzicht? Ja, moeilijke vraag. Die zijn jou. Ja, kies gewoon eentje. Bora. Ja, oké. Okay. Ja, ja. <laughs> Oei, oh, ik <hoop. laughs> 15, Mercedes en Audi. Ja. Mercedes. Badder of Rico? Badder. Apeldoorn of Aloha Shijmen. Prezien. <laughs> ja, zeker. Semuler <laughs> of eersel. Mm, eersel. Uh, lang en klein of klein, uh, lang en snel of klein en sterk? Lang en snel. Snelle k.o. of langzaam slopen? Langzaam slopen. Sparren of petsen? Sparren. Techniek of kracht? Techniek. Ja. ja je je, je moesten heel lang nadenken over Bora en uh, Hippo. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Hippo is uh, de man die mij in de A-klasse heeft gemaakt, maar ik ben gekomen in de A-klasse door, uh, door Bora. Ja. En als ik kijk naar, uh, daarom zeg ik, kijk, uh, emotionele band met, uh, met Bora is, uh, is 15 jaar is ja. 15 jaar dat ik met hem uh, samenwerk en met de hypo ben ik nu het zou het zijn acht jaar, zeven jaar, maar heb ik ook een hele emotionele band mee zeg maar. Ja. Dus uh, het is moeilijk om te zeggen maar uh, ik zou ze zo voor allebei voor niks ruilen. <laughs> Mooi Bora ik natuurlijk ja. de, de Turkse stier. Ja, ja. Hij zit in Turkije ook tegenwoordig. Ja, 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 hij is, ja, daar, ja. Hij is daar, is daar. Ja. Goede, gast ook veel, mee, veel meegemaakt vroeger. Maar ben je begonnen bij Borja eigenlijk? Be geboren geboren ons... bij bo bo Bora, <laughs> Begonnen bij Bora inderdaad. Ja. 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 Hoe oud was je toen? 12, 13. Okay, 12, okay. 13, ja. Ja, waarom begon je met kickboksen? Ik wou het heel graag, ik wou het al heel lang, maar uh, mijn vader wou niet dat ik het ging doen. Ik uh, was op zich wel een beetje agressief en hij zegt: van... Uh, het gaat je alleen maar agressiever maken, zeg maar. Ja, want en was toen, je een agressief, jongetje? Ik wel, ik was wel agressief, ja. Ja, agressief, ja, gewoon normaal. Uh, ja. Tiener, weet je wel. Tiener, ja, maar hoe vertaalde zich dat? Wat uh, kwam je veel in de problemen? Ja, een beetje vechten op straat, wel, ja, dat wel, ja. ja. Ja? Nooit ernstig, maar ik heb wel mijn kattenkwaden en uh, alles uitgehaald, weet je wel. Maar ik wist altijd waar ik heen moest. Ja. Dat was het, ik had altijd een doel. Uh, Kickbox heeft mij daar ook zeker bij geholpen. Het heeft mij ook een doel gegeven in mijn leven. Ja. Maar je, vader, maar je vader wilde niet dat je ging trainen, maar je bent toch gaan trainen? Ja, ja, ja. Ja, ik, weet je, uh, jaren, ik, ik was al twee jaar bezig van ik wil gaan kickboxen, Laat me alsjeblieft gaan kickboxen, maar hij wou het niet. En uh, op een gegeven moment zei hij van luister, je krijgt van mij zakgeld. Ik kreeg, ik weet niet wat ik kreeg, 30, 25 euro of zo. Ik zei, hij zei: Doe maar doe maar ermee wat je wil. Als jij wil, een contributie daarvan wil betalen, doe je ding. Ja. Dus toen ging ik inschrijven. En Bora was het goedkoopste toen in die tijd. Gisteren, de IES was toen volgens mij iets van 35 euro, kwam ik niet uit. En Bora was 15 euro en dan kon je twee keer per week. En toen uh, ging ik daar trainen en toen had ik uh, 20 euro over. Ging ik steeds opsparen, kon ik kopen, broekje kopen. Uh, zo en je vader, wilde niks betalen. vader wilde niks betalen. Mijn vader wilde niks betalen. Maar nu is hij wat trots op mij. Ja, vriendelijk. Ja. ja, leuk. Want wat, wat, wat vond je er vader van dat je dat toch ging doen? Dat getuigt ook wel. Wils krijgt een doorzettingsvermogen e, toch? Ja, 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 maar hij was er eigenlijk altijd al wel op tegen. Tot, tot, tot pas in de B-klasse, A-klasse. Dat hij dacht: van oké, okay, ga, doe, doe maar. Ja? Doe je dingen. Ja. Zo ja, echt ja. laat echt laat. Echt laat, echt laat. Ja. Kijkt u naar je wedstrijden? Uh, nee, jawel, jawel. Ja, nee. hij is één keertje geweest, Eén keertje okay. pas, pas echt geweest in de A-klasse, dat was een paar jaar, twee jaar geleden of zo. Ja. Maar ja, weet je, op een gegeven moment dan was, ben ik ook opgegroeid van dat mijn vader niet kwam, of dat, maar hij steunde mij wel vanuit huis ja. als ik wedstrijden had. Maar dan zei hij van geef hem gewoon bijvoorbeeld geef hem klap en zo maar op een gegeven moment groeide ik zelf ook op van dat ik niet gewend was dat mijn vader was gekomen dan voelde ik het op een gegeven moment werd het een druk begrijp je wat ik wat bedoel ja, 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 ja. dat als hij wel zou komen dat ja, ik precies. te veel nou, op hem zou letten begrijp je ja. ja precies hoe was het dan die ene keer dat hij er wel was toen was ik uh, ik besefte niet eens dat hij er was oké okay, gelukkig ja gelukkig ja, het veranderde ik, nee niets. ja, ja die nog wel gewonnen op een knock-out nog dat weet ik nog ja Nee. Voor de zekerheid. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, ik weet nog ik heb een paar wedstrijdjes gedaan. Ooit op C-klasse stel niks voor. Maar mijn vader is één keer mee geweest. En ja. toen kreeg ik op een gegeven moment in de wedstrijd kreeg ik klappen. En toen vader stond mijn vader op een gegeven moment, die wilde de ring in, die kwam maar die stond aan de tafel. Ik zei, ik weet niet, <laughs> wat doe je graag? Maar Ik kon het niet ja. aanzien dat ze zo'n klappen kregen, maar dat ja. is ze gelukkig bespaard gebleven. Ja, precies. Maar is het moeilijk toch? Als, als je ziet dat je zoon of, 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 of dochter of weet ik veel wat, de ring klappen krijgt of klappen geeft, is het moeilijk om aan te zien. Ja, is natuurlijk, moeilijk. maar heel, ja, voor geen één ouder is dat leuk natuurlijk. En dat nee. is denk ik ook precies. een van de redenen dat. Ik denk 90% van alle vechters, als je die vraag stelt, en ik zelf hem wel eens: weet je, van als je kinderen krijgt, als je kinderen hebt, wil je dat ze later ook gaan vechten? Bijna, ja. bijna allemaal zegt ze: nee, wil ik niet. Ja. Ja. Maar ik denk wel dat vechters de enigen zijn die het begrijpen dat, het, dat, dat je zoon of dochter daar kan verliezen. Ja. Jawel. Maar je kunt het, die lange weg die je hebt gehad zeg maar, het is echt veel ups en downs hoor. Dat ja. gun je je kind niet. Nee, maar da Daarom willen veel vechters het denk ik ook niet, ja. omdat ze weten ook wat het kost. Ja, precies dat. De bloed, zweet, de tranen, de opofferingen ja. en uiteindelijk voor de geringe beloning die je ervoor krijgt, is het wel de moeite waard. Ja. Precies. Ja. Ja. Focus je dan maar op, word maar profvoetballer, dan worden we samen ja. miljonair, weet je wel. Zo. Nee, ja, ja. <laughs> maar als jij, heb, heb je kinderen? Ik heb kinderen, ja. 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 Wil je dat ze later gaan vechten? Nee. Nee, zie je? Nee. Ja, nee uiteindelijk dus nee. 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 Uh. Hoe oud zijn ze? Ik nog. Ik heb nog baby. Ah, ik heb okay, nog okay, een baby. Oké. Okay. Ja. Maar trainen zou je wel ook okay even? Ja. Weet je, wat zij, wat zij ook maar wil, maar uh, ik weet niet. Ik zou niet zeggen van ga wedstrijden ofzo. Ik zou het niet aanmoedigen, nee, nee. weet je wel. Nee. Maar ja. toch, de kickboksport heeft je wel veel gebracht ook. Ja, ja zeker. Het ja. heeft me ook gemaakt tot wie ik nu ben. Ja, precies. Want je ja. zei, je ja, als een jongetje had nou ja, agressieproblemen, maar ja. je was een beetje. Ja, ja. Je was een, 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 een doerak, laten ja, we het zo noemen. Ja, ja, ja. Ja. Wat heeft de sport jou geleerd? Discipline en zeg maar doorzettingsvermogen. Ja. Ja. Ja, al, toen ik begon met kickbox, had ik gelijk het doel van les ik wil wedstrijden gaan vechten, ik wil uiteindelijk wat mee gaan doen, weet je wel, dat wist ik al gelijk. Ik wist van oké, okay, dit is wat ik wil, dit vind ik leuk. Dit is echt iets wat ik wil. Nog steeds heb ik dat. Maar uh, ja, dat, he, dat heeft mij wel ervoor gezorgd van houd vast. Ja. Doe je best. En ga gewoon, weet je wel. En dat doe ik nu met alles in mijn dagelijks leven. Niks komt uh, in één dag, weet je wel. Alles moet je doorzetten. Ja. Heeft het je veranderd? Want als je, als je nu voor me zit, zie je ja, een rustige, ja. bescheiden ja, jongeman. Ja, ja, zeker. Ik ja. weet niet wat ik zou zijn zonder kickboksen. Als ik het niet had gehad, ja. had ik een heel ander leven gehad, denk ik. Dat ja, bedoel ik, ja. Heb je er ja, wel eens over nagedacht? Ja, hij wel. Vaak, ja. vaak. En wat, wat bedenk je dan? Dan denk je... ik dat ik gewoon, dan had ik niet echt doelen gehad in mijn leven. Dan was ik echt een beetje losgeslagen, denk ik. Ja, dat denk en, ik. Maar, echt, je, ja. maar je hebt wel een goed diploma op school en het gaat goed met je. En... Klopt, maar dan zeg ik, die doorzettingsvermogen heb ik van het geleerd. Ah, maar als ik dat zo. niet had geleerd daar, ja. dan weet ik niet wat er van mij was gekomen. Ga je ook bedoel? Ja, ik snap wel. Dus ja. ik had altijd wel een doel in mijn hoofd, maar had ik dat wel doorgezet als ik. Snap je? Ja, ja. het is wel mooi, hè, wat veel mensen niet, niet beseffen. Wat ik zeg het heel vaak ook op deze plek. Je, mensen denken aan, al oh, je leert discipline en bla bla, maar het zijn allemaal dingen. Het zijn, uiteindelijk zijn het gewoon levenslessen. Dingen die één op twee, één op één door te trekken zijn naar het gewone leven. Naar, het, naar je maatschappelijke carrière. Precies, maar je leert precies. omgaan met druk, je leert omgaan weet je wel, inderdaad, uh -huh. met je, inderdaad. Met regels, met discipline, doorzettingsvermogen, weet je, door, ja. door pijn of door mindere periodes heen zetten. zijn allemaal dingen die je dagelijks leven ook tegenkomt. En ik ken zoveel voorbeelden van mensen. Niet alleen topvechters hè, maar mensen die gewoon op recreatief niveau trainen. Uh, die hun leven en, en mentaliteit en alles hebben kunnen omgooien. Weet je, en daardoor ook succesvoller zijn in het gewone leven, Zeker. in het gezinsleven of in het bedrijfsleven. Wat ze dan ook maar doen. Maar ja, je... besef je zelf dat als je een keertje in de training hebt, dat je helemaal kapot bent? En je hebt hem toch gehaald uiteindelijk die training hoe voel je aan? Je bent onverslaanbaar. Ja. ja. Snap je? Neem dat mee in het dagelijkse leven. Snap je? Wie ja. gaat jou morgen vertellen op je werk dat je? je snap ook bedoel dat je iets niet kan? Ja. Ja. Niemand gaat mij tegenhouden. Ja. Snap je? Ja. ja. ja zo. Maar je krijgt er ook een soort van extra tweede of extra familie bij. Weet je wel? Je hebt een trainer, een trainingspartner, ja, ja. dat soort dingen die helpen je ook door het leven heen. En ja. het is een heel hele, hele heel iets ja. moois of wat je erbij krijgt om extra afstand. Ja sport. zeker ja. zeker. Heel anders dan andere sporten vind ik. Ja. Nou ja goed we hebben het ja, we vorige week nog al weet je toen hoe, toen ik met kickboksen begon mijn eerste les dacht ik echt dat ik uh, dat ik wel een binkie was weet je wel. Ja. toen werd ik in elkaar geslagen door een klein meisje en dat heeft mijn hele denkwijze veranderd weet je het heeft mijn, het heeft mijn leven echt heel veel gebracht het heeft mij ook goed van en ik ik zeg niet dat ik anders ook helemaal losgeslagen zijn, maar toen ik begon met de kickball was mijn leven heel anders dan dat het nu was. Ja. En, en was het heel anders met me afgelopen, denk ik. Dat wil ja, ik wel kan dat kan het zeggen. Precies, ja. Ja. En misschien niet zo goed. Nee. Ja. Ja. Maar je, je bent opgegroeid in, in Apeldoorn, hè? Net, als, net als jij. Ja. Hoe, hoe was dat? Oh, goed, Apeldoorn. Rustig. Rustig. Mensen denken dat het de een boerendorp is of zo, maar <laughs> dat is vergeleken met Amsterdam, dit. nee. We hebben alles kunnen doen daar. Alles. Ja. Het is een multiculturele stad op zich, ja. Nee. Ja. ja, ik weet een half Ik denk niet dat het een boerendorp is. Hoor. Nee, is een maar een hele mooie dat is een Amsterdam of ja. ja. Mensen die uit Amsterdam, die Rotterdam, of zo, ja. die denken van Apeldoorn boeren, dit, dat. Maar is niet zo. Ja. Maar dat was gewoon een, wel een, een normale, rustige jeugd. Ja, 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 ja. Jij ja. Ja. Ja, was eigenlijk de enige agressieve factor. Uh. Nee, nee, nee. Maar ja, je moet het zo zien. Een Marokkaanse jongen je groeit op in een, uh, met, met veel Nederlanders, eigenlijk op zich, dat wel ja. En uh, ja, die, die, ik weet niet, het is normaal denk ik toch? Jeugd, je, je, je wordt ouder, ja, tiener ja. en dan ga je uh, een beetje probleemgedrag ontwikkelen, toch ja. En toen ging je <laughs> op school vroeger? Goed, Goed op, de basisschool, uh, op de basisschool begon het dat ik een beetje agressief werd, toen kreeg ik ook oh. nog een beetje extra uh, toezicht daarop ja. zeg maar, weet je, toch? Van, uh, dingen. Maar uh, eind middelbare school was het wel klaar. Ja. En toen op een gegeven moment begon je dan met kickboksen, kregen dan ja. de jongens in de buurt of jongens in je klas van, denk, oh shit, hij is nu kickbokser. Nee, nee, ik, heb het nee. Nooit zo, ik heb het nooit zo naar buiten gebracht. Die kent mij, ik loop niet op straat van nee, ik ben kickbokser of uh, pas op voor mij. Nee, nee. Nou, maar het kan ook zijn dat je door do dat je doet wat je doet, je krijgt ook natuurlijk een andere houding. Hè? Je staat zelfvertrouwen uit, je bent rustig, zelfbewust, ja. dat is, soms kan dat al heel veel doen. Ja, nu tegenwoordig wil iedereen wel mij in Apeldoorn als kickboxer weet je wel. Maar uh... nee, ik heb er nooit mee te koop gelopen of zoiets, nee. Kennen jullie elkaar uit Apeldoorn eigenlijk? Ja, ja zeker. Ja? Ja. Ja, zeker. Hij, uh... Ik herinner daar nog van een ander niveau dat hij, ja. <laughs> dat hij zelf kleine opnames maakt en zo dat deed hij ook leuk. Ja, dat was drie jaar geleden of zo. Dat was niet ja. mijn eerste video die ik ooit heb gemaakt, De tweede of derde in ieder geval vroeg ik aan van, ja, mag ik een videoetje maken? Toen zei hij ja, kom maar op de gym. Dus kwam ik daar met een klein cameraatje, nog met een vriend van mij vroeger. Hij nou, ja, kon er helemaal niks van, maar Nee, <laughs> deed, deed het leuk. Het, het was, het was uiteindelijk een leuke video. En, uh, nou, hij ja. heeft een hele goede ontwikkeling doorgemaakt. Ja, het ja, is, ja, ja. met ja. En, alles, alles in het leven, je moet ergens beginnen, toch? En, Precies, ja. oh. en hij gaf mij die kans toch. Hij, niet elke vechter, uh, laat je zomaar een video maken als je hem niet kent, snap je? Ja. Maar toch, uh, het is, uh, daar is een beetje denk ik die contact ontstaan, toch? Ja. ja. Okay, okay. En, ook zijn, en ook mijn liefde voor vechtsport is eigenlijk ook een beetje ontstaan door hem, want nou ja, hij vecht dan, uh, hij volgt dan toen de tijd in een fusion, Groningen was dat volgens mij toen. Ja. Toen dacht ik, ah, nou, ik wil een keer kijken, weet je. want ik was toen ook begonnen bij Bora, bij Borajim ja. en hij was daar natuurlijk de, ja. de, kick, de kickboxer, de, de kampioen. Dus ik dacht, ga daar na naartoe en dan, toen ik daar op de gala was, was het geweldig toch, je ziet gewoon iedereen vechten en dan zie je hem zo opkomen, iedereen zijn naam roepen. Dit Wil ik ook en uiteindelijk geen kickboxer geworden, maar wel iets in de kickbox? Ja ja, 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 ja. Dus jij bent eigenlijk verantwoordelijk voor dat hij hier zit. Ja. Ja, misschien. Ja, ja. Ja. Nee, dat ja, wat je hij nee, <laughs> zelf gedaan? Heeft ja. het allemaal zelf gedaan? Ik wist nog ik, wist nog, oh, ik kom nu opeens in boven toen ik bij, uh, bij Borra begonnen. Ik trainde toen een jaartje of zo en toen trainde ik met de wedstrijdgroep mee. Toen was ik opeens sparren met jou. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Mm. Hij gaf me één high joh. Ik had mijn dekking niet goed. Hoor. Ik weet dan nog steeds precies. Hij mm -hmm. gaf me één kick. Ik ging zo even zo. Hij zei: Ja, je handen hoog, toch? Ik kan niet meer. Ja, man. Man, dat was echt gek, hij zo. Goede tijden, goede tijden, yeah. Ja, toen ben je toch op een gegeven moment ben je overstapt van, van, van Bora naar Fosgym, naar, Vosjim, naar yeah. uh, van Hippolyte. Mm -hmm. Waarom ben je, heb je die overstap toegemaakt? Ja, niks, niks tegen Bora of iets. Maar hij is altijd nog steeds, hij is nog steeds betrokken bij mij. Maar uh, Hippo is net een, een ander level. Ja. Ook ja. die jongens die daar trainen, die, die had ik niet in Apeldoorn, dat is één. Maar ook uh, Hippo is gewoon een mastermind. Hij ja. is uh, echt next level. Ik denk de beste trainer die er is op, uh, op dit moment is hij. Ja. Is Hypo en ja. dat veel, veel mensen onderschatten hem of die, die, die zien dat niet, maar de kampioenen die hij in de afgelopen jaren uh, heeft gemaakt, is, is niet normaal. Ja, maar, maar wat merkte je dan aan dat, dat andere level? Dus wat voor kleine dingetjes zat hem dan in als toen je dan begon te betreden? Uh, de manier van petsen sowieso, de manier van communicatie tijdens de, de, de wedstrijd, hoe die praat en zo. De, ja. de kleine dingetjes, uh, bijvoorbeeld uh, ik weet nog altijd de eerste keer dat hij meeging ging met mij naar een wedstrijd. Uh -huh. Volgens mij vocht ik toen voor de Benelux titel tegen Marcel Verhaar. Dat was de eerste keer dat hij meeging. Want okay. daarvoor ging ik altijd met Frans, omdat Hypo, ik denk daar volgens mij niet. Ik vul het zomaar in, maar hij gaf mij geen tijd, weet je wel. Dus ik, moest me, ik moest mijn strepen nog verdienen, begrijp je wat ik bedoel? Ja. En toen op een gegeven moment ging hij mee en uh, toen appte hij mij in de ochtend. Zegt hij, hey champ, dat soort dingen, weet je wel. Ja, hij maakte me al kampioen voordat ik, het, voordat ik het echt was, begrijp je? En dat, dat motiveerde mij echt. Ja. Dat vond ik mooie dingen aan hem. Ja, ik heb ook een tijdje bij Vos getraind in, yeah. uh, toen, uh, in Westerpark. Toen toen nog met François inderdaad ook erbij. En ik was altijd verbaasd over. Ik heb al hier heel hoog zitten, hè, want als vechter keek ik al enorm tegenop. op. had prachtige, prachtige keide stijl had hij yeah. als vechter toen. En uh, maar als je hem buiten de, en dat zou jij kunnen beamen. Als je hem buiten de gym of gewoon buiten spreekt, zo'n lieve aardige, goedlachse uh, man altijd uh, vooral wat leuk. Klopt maak je me een dojo mee en dan denk je echt gewoon dat je full metal jacket bent beland, jongen als dus je gewoon keiharde streng kort en dit en weet je trainingen en denk ik dacht. wat hel is hier aan de hand joh ja, he? ja. ja het is zo'n verschil hè met hem ja, ja zeker zeker, ja, zeker. Ja, ja. wat is nou het echte uh, vos jim uh, hypo stijl dan of vechten, qua vechten moet je komen man Warren Stevemans nou ja. Remko een tijdje ja. ja dat is een goede naam hè. Ja. ook nog Krookkop ja, ook nog ook ja tijd ja al ja, getraind. Ja. Hij, uh, hij doet ook ook bij UFD uh, in Duitsland is hij natuurlijk uh, het coach <coughs> ook, Klopt. Dus Robert Kassold ietsje uh, uh, ja, zoveel jongens wat door die jaren gehad. En, uh, ja, kan er nu ja. even niet meer op komen, maar heel veel. Ja. Hoe was dat dan die eerste keer? Want je komt weliswaar niet uit een Dorp, maar als jongen. Uit Apeldoorn, dan ga je de eerste keer bij Vos trainen. En er loopt ook een hoop killers rond daar in, in die ja, wedstrijdgroep. Ja. Ik weet hoe het dan gaat, helemaal in zo'n gym. Hè? Even, nieuw vlees toch? Eventjes, eventjes het water testen. Ja, ja. ik was zacht toen, toen. In die tijd was het niet hard sparren wat okay. ik deed. Want ik was dat niet gewend. Maar bij Vos wel, weet je wel. Dus dat was, dat was het grootste verschil voor mij, weet je wel. Maar ik, ik had me er wel mentaal voorbereid van, luister. Ze ja. ga je testen, weet je wel. Maar ik was toen al aanklasse, dus ik, ik redde me wel, weet je wel. Maar... Uh, ja, toen, toen in die tijd trainde ik veel met Tijani, bestaat hij, uh, Wie trainde daar nog meer? Ja, iedereen trainde daar toen nog. Sahak Barbarian was er nog. Uh, Orinta was er nog. Mootje was er nog. Warren was er nog. Ja, Heel veel waren er toen. Hoe gaat het dan tijdens de spannen? We, we was kei hard, was ja, keihard, keihard. Ja, was keihard. Keihard. Ja. En, en we zijn altijd, elke groep waar je traint, is er altijd eentje tussen. denk je... Oh, moet ik met hem sparren? Wie was dat, was dat voor jou daar? Ja weet je, je, hebt, je had verschillende... Baran, die kon nooit op een rustige manier sparren. Waarom hey. kon nooit op een rustige manier. Ik had altijd een lastig met eentje Malik Groenberg. Ik weet niet of je hem kent? Ja, ja, ja. Malik. Ja. Hij had de harde stoot, jongen, die motherfucker. Echt waar. Ja. Hij, maar hij had mij twee keer... Volgens mij heeft hij mij... Nee, één keertje, één keertje. Hij is de enige die mij neer heeft bij Vossen. Ik, zeg, ik, ben, ik heb mijn strepen daar verdiend, <laughs> <laughs> hij is de enige die mij daar met een bodyshot, uh -huh. maar ja. Uh, yeah. Ja grappig, sommige mensen zijn gewoon je kryptonite, het maakt hun stijl lig je gewoon niet. En altijd als je met hun spart, in elke groep heb je, je altijd wel één zo iemand dat. die ik denk, oh ja, oh, grappig. Uh, ja. Ja. Ja, ik had bij Vos, als het uh, Brahim Kalla, of, als ik moet hem zou dat ik, oh fuck yeah. <laughs> weet je wel. ging uh. ik altijd, ja, altijd Hij was er ook nog in die tijd, ja. klopt ja. Ja, 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 mooie tijd, mooie ja. tijd man. Ja. Je bent net bij, bij One Championship gestart, klopt, klopt, hè? Klopt, ja. klopt, klopt. Twee weken geleden ongeveer je wedstrijd? Nee, vor, ja, wat vorige, geleden? Weekend, vorige weekend toch niet? Ja. Vorige weekend vorige, ja. weekend? vorige weekend, ja, ja, ja precies. Ja. Ander, ja. Vrijdag, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja. Andere, heel professionele organisatie, echt waar, niet normaal. Ja. Echt, ze hebben alles goed geregeld. Ja, die hydration test dat was voor mij wel even precies daar waar ik inderdaad een vraag die ja. hydration test snapte ik ik, ik, ik ik snapte hem niet want ik had ik ik wou hem expres testen zeg maar, ik had hem niet gehaald in eerste instantie nee. want ik ik, ik ik kwam ik had die dag daarvoor heb ik hem geproefd zeg maar ik wou, ik zei van tegen die man van, kan ik het een keertje test draaien weet je of we kijken hoe dat is dus ik ging eerst zweten in de sauna of uh, in uh, hardlopen zweet pakken aan alles en toen had ik 77, precies. En daarna ging ik even bij die man, dus plassen. Even ja. het, uh, hydration test was hij goed. Ja. Er is, je moet 0, onder de 0,250 komen. Mm -hmm. En hij was toen 0,160. Dus ik, had nog, ik ging en ik was uh, 76,7. Dus ik ging nog even wat drinken. Volgende ochtend, om 1 uur hadden we de weging. Ik kom daar, uh, hydration test zegt tegen mij 0,350. Ja. Dus ik was 100 te veel. Mm -hmm. Ja. Ja, ik snapte dat niet. En ik was uh, 76.7, dus ik ging wat drinken. Maar ja, toen, uh, toen, toen zei die man: Ja, je moet drinken, maar gewoon veel, weet je wel. En, en zweten daarna, eraf. weet je ja. wel. Dus ik ging anderhalf liter drinken. Voelde ik me helemaal niet eens meer goed door. En ik uh, moest heel snel water drinken. En daarna ging ik dus zweten, weet je wel. Dat was echt apart. Uiteindelijk had ik het wel gehad. Ja. De derde keer pas. Ja, voor de duidelijkheid, voor de mensen die het niet weten, hè? De ander, ze hebben een andere manier van, van, van gewicht maken. Dus ze doen hydradatietesten testen uh, begin, begin van de week en dan eind van de week? Nee, begin van de week had ze niet gedaan. Okay. Alleen bij de weging. Alleen, okay, okay. Dus je moet die Hydration-test slagen en dan pas mag je wegen? Ja. Dus, ja, dus waar normaal gesproken bij andere organisaties dan moet je gewoon gewicht maken. 7-6 kilo's, 7-7 kilo. Prima, hoe ja. je er komt, zoek het zelf maar uit. Ja. Maar bij One Championship meten ze dus het vochtgehalte in yes. je lichaam. En als yes. dat te hoog of te laag is. Dan, 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 dan ma maak je alsnog geen gewicht, toch? Nee, ja. ja. En die idee, want jij vocht dan nu op 76 kilo, waar je normaal gesproken natuurlijk lichter. Ja. Ze zijn een gewichtklasse lager eigenlijk. Dus je bent feitelijk, het heet dan lightweight. Daar heet het lightweight. Ja. Ja, maar ja. eigenlijk bij ons is het wel-to-weight. Of Bij het was, het andere ja. organisaties. Ja. Bij ons. Bij ons in Nederland. In Nederland bedoel je. Ja, ja in, in andere organisaties is dat wel weight. Ja. Wat, wat vind je zelf van die manier, ondanks dat het nu onwennig was dat je aan moet wennen, maar. Er is geen manier, je kan, je kan eigenlijk niet kutten, nee. dus eigenlijk is het wel fair, maar het is niet wat wij gewend zijn. Nee. Dat is het, snap je? Uh, je bent gewend om uh, drie, vier, vijf, misschien zes kilo zelfs in een in, 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 in twee, drie dagen te doen, weet je wel? Dus gewoon ja. echt e dat is easy, weet je wel? Maar nu kan dat niet, Nu nee. moet je gewoon echt afvallen en dan moet er een kilo misschien max tussen zitten, weet je wel? Ja. En dan, uh, dan is het makkelijk om die ja. hydration test te halen. Want het is bedoeld om met extreme, extreme weetkutten tegen te gaan. Ja. De mensen die zichzelf inderdaad met water en dan uh, ja. met sauna. Hoe waterlood allemaal. zou daar misschien zelfs wel werken. Ja. Ja. Want dan uh, hou je nog wel heel veel vocht in. Ja, dat is, dat is waar. Maar in ieder geval om excessen. Dus je krijgt toch een best wel gevaarlijke situaties soms. Om dat tegen te gaan. Ja, en daardoor vecht iedereen Want het, eigenlijk. Het komt omdat ze daar een keertje iemand hadden die overleden is. Uh, ja. Na een wedstrijd of zo, of oh. naar een weging winnen. Ja. Zouden ze het ja. dan overal moeten invoeren, denk je? Of gewoon. Ik weet niet man. Ik weet niet. Lastig. Is lastig, is lastig. Ja. Ja. Ik ben er zelf niet echt een voorstander van, moet ik toch geven. Want uh, het moet natuurlijk wel een beetje healthy blijven. Mm -hmm. Maar ja, ik denk van uh, die 2, 3 kilo, uh, als, als, ik, als, ik, als ik mij gewoon goed voel. Ik, ja. nee, dit is wat ik gewend ben, zeg maar, snap je? Ja. Maar jij bent heel lang, je bent 1,90 kilo. Ja, ja dus voor ja. 70 kilo of 72 kilo ben je ja, ja. best wel heel lang. Ja, maar ja, dat deed ik jarenlang. Hè. Ja. Dan ging ik naar China, was ik drie dagen voor de wedstrijd nog 76, terwijl ik, die, terwijl ik 70 moest zijn, weet je wel. Maar ja, dat kan nu niet meer. Ja. Nee, het is gewoon weer net Nu, Nu ben ik, ik 85 kilo, was ik normaal, snap je? Dus dan kan ik niet meer naar de 70 kilo. Nee, nee, nee. Maar vind je het pret, want veel vechters hebben ook. Hè. Uh, veel vechters die dan een gewicht gaan hoog gaan vechten, die vinden het vaak een beetje lastig omdat voor hun ook onderdeel van, van de mentale voorbereiding is die, weet om dat gewicht te halen, weet je, ja. en dat afzien. dat, dat is ook, een dat soort van de ook. wedstrijd voor de wedstrijd voor ze ja. om ze in de juiste mentale staat te krijgen. Hoe is dat bij jou? Ja, bij mij is dat precies hetzelfde. Een leeuw ja. die honger heeft, die gaat jagen, snap je? Ja. Zo voel ik me altijd, begrijp je? Dus ik heb honger, ik wil gewoon, uh, ik wil eten. En als je dan na die weging dat je je energie weer bijvoelt, je voelt je weer helemaal sterk. Dat is, voor, dat is voor mij vijf Al oh, oh, is het daarvoor kut. Het is die, 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 die weg naartoe Je voelt dat je een wedstrijd hebt. Als je jij, als jij die weging niet hebt gehad en je voelt het gewoon normaal. Weet je niet. Het is apart. Ja, ja. Het is anders. Toch, toch, ja. Ik weet, ik weet niet of, of wat zij nu doen of dat dé manier is. Maar maar juich ja. wel toe dat ze wat proberen er wat Precies, aan te doen ja. natuurlijk. Want ja. uh, als je erover nadenkt, vechten ze. Sommige vechten, jij hebt het over 6 kilo. Maar sommigen gaan wel vol 15 kilo naar beneden. Ja, ik heb weet beetje je, een uh, zo, die deden gewoon 20 of zo. Kijk, Echt veel. Het, het, is, het is gewoon een heel simpel feit. Uh, als jij je lichaam helemaal alle vocht uit je, uit je organen, uit je hersenen trekt. en je moet de volgende dag, dan heb je 24 uur om, om te hoe zeg, rehydrateren. en de volgende dag krijg je gewoon vol inpik krijg je gewoon een klap op je kop. Ja. en op je, op je organen. Ja, je hoeft geen uh, raketgeleerde te zijn om te bedenken dat dat natuurlijk niet gezond nee, is. Nee, precies, precies. En dat het wacht is. En we hebben natuurlijk wel bij de hier een tijdje geleden. zag dat eentje op de weesgaal stond die gewoon flauw viel, weet je wel. Ja, en, maar dat is, dat is weer niks level. Dus. Daarom zeg ik, ik weet niet wat het juiste is, weet ja. je wel, maar ja. ik vond dus, het ook wel, ja. Mm. Dus, maar dit was onwennig voor jou dus? Onwennig, ja. Ja, ja tot vier uur dus om, om nog een keer te doen. Dus ik probeerde in de tussentijds een keertje om twee uur. Luk, was niet gelukt, moest ik nog vijftig eraf of zo. Vijftig, nee, hoe zeg je dat? Vijftig uh, procent meer, vijftig van die eenheden nog meer uh, vocht in mijn vocht, lichaam hebben. Maar, ja. En toen de laatste keer was het net gelukt. 44 ja. vier of zo. Ja. Daarna moest je... Uh, Daarna moet je je nog wegen. Ja. En dan ben je dus uh, gepasseerd, weet je. Ja. Wel? En dan die partij, je uh, eerste partij bij eerste bij One, ja. dat, uh, misschien zenuwachtig, ik weet ja. niet hoe je voelt, wat het neemt ons mee. Ja, uh, weet je, het, het is sowieso sowieso. Afgelopen tijd door de corona ben je heel erg afwezig geweest. Hm. Ik had twee jaar niet gevochten. Had ik laatste keer dat ik bij Enfusion gevochten tegen uh, ko Koelkabaker was niet echt. Ik nam het zelf ook niet echt heel erg serieus, moet ik toegeven. En daarna uh, vecht je dan bij One Championship, die wil je graag bijwijzen. Ik had goed getraind. Ik had wel echt goed getraind. Alleen uh, ik begon die wedstrijd, ik weet niet. Ik, ik, ik kwam er niet. Uh, ik kon de afstand niet goed overbruggen. Ik miste veel, weet je wel. Dus toen ging ik een beetje op een gegeven moment eventjes uh, een beetje aan mezelf twijfelen, weet je wel. En toen in de tweede, derde ronde kwam ik wel op gang. Maar in de eerste ronde had ik, uh, had ik even een ja. beetje moeite, weet je wel. Ik weet niet. Ja. En uh, in de tweede ronde kreeg ik toen die. Uh, wat ze zeggen dat acht tellen was, weet je wel, maar Jullie die scheidsrechter... Uh, ik, uh, uh, ik kreeg die spinning back maar ik was onstabiel, ik maakte net die trap, begrijp ja. je? Die, die commentatoren zeggen ook van, uh, ja, het was geen acht tellen en nee. zo. Heb ze die, zeg, die wel geteld? Uh, hebben ze die wel gegeven als een A? Ja, dat is dus wat ik achteraf hoorde. Ja. Uh, die scheidsrechter, ik zeg tegen hem, ik zeg, it was no eight count, you know, I, I slipped. Yeah. En hij, tijdens het tellen, stopt hij met stopt tellen. Hij, ja. En die scheidsrechter buiten, die doet ook dit, zo ja. van, het was geen down. Achteraf zegt mijn manager dus uh, dat, dat, dat ze dus wel hebben geteld, want de jury uh -huh. is onafhankelijk en mag zelf de beslissing nemen wat ze nee, willen. Nee, dat is echt bullshit. Ja, snap je? Dat is fucked up. Dus dan had ik, voor mijn gevoel, had ik de tweede ronde nipt ja. en de derde ronde uh, ruim gewonnen. Ja. Dus dan staat het voor mij 2-1, wat ik ook heel veel heb gehoord in die commentator, die, die Chavello, zei dat ook. Mm -hmm. Maar ja, dan is het fucked up. Dan is het, uh, dan sta je dus 10-8 in die tweede ronde en die eerste ronde was voor hem licht, snap je? Ja. 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 Fucked ja. up. Ja, het is wel bullshit als je op zo'n manier uh, de wedstrijd verliest. Is... Het is faktop. Maar weet je, aan de ene kant. Ik heb zelf een kutwedstrijd gevochten. Ja. Ik, niet, ik, ik zat er niet goed in. Nee. Begrijp je? Nee. Dus aan de ene kant heb ik het ook aan mezelf te danken. Ja, in Konstantin Rousseau uit Moldavië was wel een leuke wedstrijd om te zien. Het was een attractieve wedstrijd, wat mij opviel in die wedstrijd inderdaad, dat je in de eerste ronde je veel vastliep. Weet je, ja. weet jij normaal heel goed met jouw lengte, juist heel goed op afstand kan je? vechten, ja. je, 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 je reach kan gebruiken. Liep je nu de hele tijd eigenlijk zijn reach in, waardoor Precies. je niet uit de verf kwam. Ja, en, en, en de gedurende de wedstrijd deed je dat uiteindelijk wel wat beter. Uh, maar maar wat ligt dat is het dan inderdaad? Wie zegt die dan, in december hè, was in Abu Dhabi was ik bij bij een fusion ja. de volgende, was de eerste keer in twee jaar uh, en dan nu weer is er dan toch een soort van ringroes of dat, dat was voor mijn gevoel wel weet je wel. Ik, uh, ik, ik uh, als ik als ik vaker vecht, ik had een in een tijd in een jaar had ik echt veel wedstrijden gevochten. 13 wedstrijden. Toen ja. voelde ik mij toen, toen was mijn ritme goed weet je als ik de ja. ring instapte. Het was aan de ene kant ook weer te veel. Maar aan de andere kant voelde ik me wel goed. Weet je, als ik in de ring stapte, dan, weet, toch, dan was, was er niet per se veel aan de hand. Maar uh, twee jaar, twee, in, eigenlijk twee en jaar twee keer vechten. Ja. ja. Is net, wel, voor mij is, is net nee. voor mij... Waar was niet je eigenlijk die twee jaar? Ja, corona. Wat moet ja. ik doen? Ja. Ik ga niet voor het tientje vechten. Nee, dat was het <laughs> eigenlijk. Het ja, was, was gewoon geen mogelijkheid. Nee, er waren het. geen mogelijkheden nee. in die tijd. Ik, in, ik vocht daarvoor bij in China. Ja. Dat Was eigenlijk het meeste waar ik vocht, heb ik heel veel wedstrijden vochten, zeg maar. En uh, dat hield op door die corona, ja. konden niet meer organiseren omdat het in China was. En hier in, uh, in uh, Nederland heb je eigenlijk alleen uh, een fusion, weet je wel. Ja. En een fusion was in die tijd ook niet echt aan het organiseren. Nee. Nee. ligt maar... jouw voorkeur jou voor, dan ook vechten daar eens in die regio zeg maar. Die China, Singapore en zo. Nee, ik heb niet echt een voorkeur. Ik heb niet echt een nee, voorkeur waar vond... ik vecht, Maar ik vond die die uh, ik vond Kulun heel erg professioneel. Net als dat ik one heel erg professioneel vind. En dat is gewoon iets wat, wat voor mij belangrijk is. Plus in, in China gaven ze me alle mooie wedstrijden, begrijp je? Ik vocht daar tegen Kiriak, ik vocht daar tegen Boekau, Heb ik ook gevochten, begrijp je? Ja, superbon. Ja, ja superbon. Nee, superbon was bij een Fusion. Oh, was bij een Fusion. Klopt, ja. Was het toen? Ja, ja. Dat was in de goede ja, tijd ja, van ja, Fusion. Ja. 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 Maar wij, dat wou ik inderdaad wel zeggen. Maar wat denk je bij One Championship? Je hebt bij Koenong gevolgd, of bij WLF gevolgd. Nu dan weer, weer aan die is het heel veel. Zit je dan ja, in, in misschien... China? Ja. ja, maar dat, dat is waar de, toen de meeste mogelijkheden lagen. weet ja. je En als ze mij nu weer roepen en ik zie daar heel veel mogelijkheden, ga ik daar eens nog heen. Maar ja. als ze mij in Amerika willen en er zijn daar goede mogelijkheden, dan ga ik daarheen. Ja. Ja. Snap je? Dus ik heb niet echt een plek waar ik heen, maar meer die professionaliteit en de mogelijkheden ja. Hoe vind je het om in China te zijn? Eerlijk ja, zeggen? Nee, is niet zo. Is niet top. Is niet top. Is gewoon puur zakelijk. Ja. Je komt daar met een zware jetlag. Eten is daar fucked up. <laughs> ja, dat, <laughs> ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ik ben vaak naar China geweest. <laughs> en ja, die <laughs> mensen zijn ook niet uh, netjes of uh, schoon, weet je wel. Zeg maar, dus... maar gewoon zoals het is, hè. Je ja, hoeft niet gewoon... te <laughs> Ze staan er <dit> toch <laughs> niet <zei gewoon> <laughs> mensen, ja. Ja, is, is zo. Is echt zo. Nou, hè? Maar ja, als ik dan een Hippo vraag van... Luister, die tijden waren top. Die, dat, ga je, dat vechten daar, weet je wel. Dat was, dat was gewoon echt ja Het wordt wel echt gewaardeerd ja, als je, ja. Snap je? Het was leuk. Ja. Ja. Wat zijn jouw ambities in die divisie en wat? Ja, natuurlijk wil ik die titel. Die titel? Ja. Ja, heb die je titel. Een... Ik, heb, ik heb gezien wie daar, uh, wie daar allemaal zitten nu. Waarvan ik denk, kijk, je hebt Eersel. Dat is gewoon de kampioen. Ja. En dan heb je Holske. Holske is een beetje aan het afbouwen. Maar hij heeft nog steeds, hij is nog steeds. Uh, hij heeft nog wel een paar partijen staan. En, en, en hij is nog Je kan hem niet onderschatten, zeg maar. Uh, dan heb je die andere die. Uh, of zo, die is ook goed. Ja, ik weet niet, Bosnier, ja. die Bosnier. Dat is ook een goede jongen. Die laatste Geersel ge wel ja. vochten. Die laatste Geersel. Maar hij is geen speciale jongen. Nee. Daar is nee. eerst bijvoorbeeld toen hij problemen had, volgens mij met zijn. Uh, ja, met met, met hydration. Ja. Heeft hij problemen Klopt. met zijn gewicht gehad. Ja. Dat hij de oh, volgende ja. dag nog moest. Uh, moest, moest wegen. Ja. Ja. Hij had, had ook de allerlaatste kans nog. Hè, toen ja. hij had hem Dus dan is die volgende dag pas om negen uur, hè? En dan moet je. Terwijl eigenlijk kutje al. I, ja. Dat is niet zijn gewicht, 77. Dus hij moet al. Uh, en dan moet hij de volgende dag nog de Daar ben je niks meer waard. Dus daarom denk ik dat hij uh, ja. geen goede wedstrijd tegen hem heeft gevochten. Maar ik vind. Arjan Sadikovic heet hij. Ja. Ja. Op zich wel een goede vechter, maar niet. Niet, uh, niet speciaal. Nee, nee. Ja, hij dus ik zie het... daar wel veel mogelijkheden, ja. weet je wel. Om, 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 Bij One. En wel. Uh, ja, ik, ik zou wel tegen die Hoske willen. ja. Of ja. tegen Eersel. Eersel voor die titel, ja. ja. Maar ja, ik, sprak... dan, ik wil mezelf wel verdienen. Uh, ik wil het wel verdienen begrijp ja. Ja, 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 ja. Ik sprak ja. Eersel laatst ook toen met de Red en de Ring. Toen zei ik ook van, Maran uh, ja, Maron heeft uh, ook nu is het die ook okay in jouw divisie toch? Hij zei, ja, ik zag het, dat zou een leuke partij zijn, dit dat. Uh, ja. Hij zei: hij zei heeft iedereen afgeslagen in die divisie, dus. Uh, Zeg maar we kunnen ik zei we, kan, we kunnen gewoon gelijk tegen Marlon, zeggen maar laat, laat ik het zo zeggen zo zei ja. hij iets van of zo. Ja, maar precies. je wilt wel eerst dat vier dingen verdienen ik even nog ook, inkomen ik ook denk verdienen. Ik. en ook inkomen precies, precies op die manier ja. Ja. Dan, uh, hoe lang maar een jaartje twee jaartjes? Dan, uh... Ik, uh, als ik twee uh, geef mij nog twee partijen daar dan zou ik die derde partij tegen hem wel willen vechten vet vet we gaan als volgende onderdeel dat is de tijdmachine What we gonna do right here is go back, Way back. back. I'll be back. Tijdmachine is ons onderdeel waarin we de gasten de bank jou in dit geval de kans geven om in de tijdmachine te stappen. Terug te gaan in de tijd naar een uh -huh. moment wat je nog een keer opnieuw kan beleven. kan een moment zijn wat gewoon echt geweldig was. En ik denk, nou, dat gevoel dat wil ik nog een keer mee. Maar het kan ook een moment zijn dat ik denk, nou, dat heb ik echt gewoon verkloot. Dat moet beter kunnen en dat ga ik opnieuw doen en nu beter doen. Dus ik zou zeggen, stap in en waar naar je mensen toe? Denk tegen die partij, tegen Boeko. Ik was aan het voorbereiden. Ik zou een inval, uh, de, de reservepartij vechten van de viermansfinale, zeg maar. Want ze hadden een opbouw van 32 man naar 16, 8 en dan weer toch? Vier man, de finale. En uh, ik, daar zou ik de reservepartij voor vechten. Maar toen hadden ze mij gebeld omdat Boek al geen tegenstander had. Hadden ze mij die dinsdag, voor de, we zouden eigenlijk vliegen, hadden ze me gebeld van luister, wil Marouane tegen Boekal want zijn tegenstander is uitgevallen. Ik was toen nog, wat was ik? Ik was uh, 22, 23. Ik had niet zoveel ervaring als ik had, ik had dat niet moeten doen. Ik hmm. heb die wedstrijd ook verloren op knock-out, ja. Dat is iets wat mij nog steeds een beetje achterna loopt. Als ik, als ik daar wat slimmer was geweest, had ik misschien een. Ja, aan de ene kant is het een hele mooie kans geweest om daar tegen hem te vechten. Ja. maar ik heb hem niet gevochten zoals ik wou. Nee. Qua volwassenheid was ik daar nog niet, qua ervaring was ik daar nog niet. Dus dat is iets wat ik, uh, waar ik nee. op terug kijk en denk van uh, dat had anders gemoeten. Maar hoe achtervolgt het je? Heb je het idee dat het je carrière beïnvloed heeft? Nee, het heeft vooral mij beïnvloed. Dat ik denk van. Uh... Het zit persoonlijk gewoon ja. in je systeem. Ja. Snap je? Ik ben ook uitgaan. Ik, was, ik ben nog nooit voor in elkaar gaan. Alleen tegen hem, weet je wel. Ja. ja. Nou ja, er zijn, er zijn ergere gasten om de knockout tegen te gaan nee, nee, dat klopt. En dat klopt. Van, van de allerbeste die er ooit geweest ja. is, um, zeggen volgens John Cavanaugh: you, you don't lose, you win or you learn. Uh, als je vanuit naar die, naar die wedstrijd kijkt, wat, wat heb je ervan geleerd? Je kan er ook iets aan opgestoken hebben, ja, weet je, de, die, dat ik achter de achter de touw. Oh, zeg maar, we waren nog zeg maar, achter, achter de schermen, nog niet opkomen. Ik was daar gewoon alleen met, 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 met Hippo en nog zo'n andere coach die daar was. En hij kwam met zo'n uh, allemaal beveiliging om me heen, weet je wel. Ja, Toen dacht scary. ik, fuck, wat <laughs> doe ik hier? <laughs> ik dacht, fuck. Ja. <laughs> ik dacht, shit, wat doe ik hier, weet je wel. Ik denk, maar uh, dat, had mij niet dat had mij niet mogen raken. Als nee. ik daar gewoon stond met... Hij werd je door zijn ouder ja. Begrijp je? Als ik ja. daar stond met, fuck jou, kom. Ja. Ik ben hier, ik ben hier, test mij, snap je? Dan had ik een andere wedstrijd gevochten. Ja. Maar ik was nog jong, snap je? Ik had, ik had het niet moeten doen. Dat is hoe ik erover denk. Ja, je had het niet moeten doen. Ik had het niet moeten doen. Nee. Ik had, maar zou... ik, die kans zou misschien ooit nog komen, ja. begrijp je? Ja. We vochten in, de, in dezelfde divisie bij, bij uh, Koen Hij was op een gegeven moment ook nog bij uh, Fusion, weet je wel. Als ik, als ik mezelf had doorgevochten en nog, nog betere prestaties had neergezet, dan kon die wedstrijd nog wel. Snap je? Ja. En nu heb ik die kans verpest. Maar het zou ook heel anders kun kon kunnen aflopen, snap hè? je? Je had hem zomaar wel gewoon uh, kunnen verslaan en dan was het wel een goede optie geweest. Ja, dat is de andere kant. Precies. Dat is de andere ja. kant. Ja, Daarom zie... heb ik het wel gedaan. Ja. Dat was de kant die ik wel heb gekozen, begrijp je? Ja. Maar is verkeerd uitgepakt. Ik zie het zo. Ik denk dat uh, bij heel veel mensen bij wie de telefoon gaat, wil je tegen aan vechten? Wat? Klik. <laughs> ja. Laat mij met rust. En je hebt het al gedaan. Beetje, ja. je, je bent niet weggelopen nee, voor de uitdaging. En dan kan je, dat kan je zelf nooit kwalijk nemen, vind nee. ik toch? Ja, nee, ja. Nee, 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 klopt. Ja, dat ja, vind ik ook. Ja, maar het is ook geen... Je hebt tegenwoordig heel veel vechters, noemen ze cherrypicking of zo, toch? Nee. Nee. ja, ja. Dat is tegenstanders gaan uitkiezen. Dat is toch gewoon een perfect voorbeeld? Nee, ik gewoon ja. knokken, laten we gewoon daarin gaan, toch? Ja. ja. Niet, oh nee, die wil ik niet, die wil ik niet, die wil ik niet. Ja. We verder na de wedstrijd nog contact gehad met Boerkel? Want Het moet nee. wel iets speciaals geweest zijn, toch? Nee, natuurlijk weet... niet man. Dat is mijn nee. vijand, man. Fuck you, <laughs> <laughs> nee, Dat is mijn vijand, ja. Snap, ja. He? Ik heb daarna ook nooit meer... Uh, nee. nee. Nou, je ziet bijvoorbeeld als uh, al, al ploegen tegen Manchester United of tegen Portugal spelen. Dan lopen mensen voor de wedstrijd al, tegen Ronaldo. Mag ik een shirtje hebben? Zo, weet je, dat het nee. dat, dat, dat nee, dat nee, al een eer vinden om met hemel op het veld te staan. Je broekje Nee, man. <laughs> nee. Nee, zo ben ik niet. Nee, maar was dat wel voor iemand, weet je, wel veel vechten is natuurlijk. Ja, weet je, meervaardigheid, Max winnaar. Ja, natuurlijk. Het, het is wel speciaal. Vechten. Toen ik begon met Kiboxen, zag ik hem, begrijp je? Ja. Dus natuurlijk is dat een, een droom die uitkomt dat je tegen hem uh, kan vechten, begrijp je? Maar uh, ja, was niet het moment om nee. tegen hem te vechten. Nee, nee. nee dat, dat was het nog niet. Oké. Okay. Ik was er nog niet. Ja. Hij, vecht wel, hij vecht wel nog steeds, hè? Hij vecht nog steeds. Ja. Niet ja. meer zoveel, maar uh, nee, en ook nee. niet de beste tegenstanders. Maar hij vecht nog wel, ja. Maar ze al die mensen daar in Thailand. Jongen, die... Ja, nee, dat was een beetje hetzelfde als, uh, als Senchai. Ja. Ja. Natuurlijk hetzelfde. Sent is ook in Thaise begrippen. Is hij al 150 ja, <laughs> Echt, is die, geloof 39? Zo inmiddels en de meeste ja. Thaise zijn op een dertigste opgebrand. Maar hij traint nog wel serieus. Sent jij? Ja. ja. En boek wel wat minder volgens mij ja. alleen voor wedstrijden, zeg maar. Weet je wel. Ja. Maar sinds hij, hij heeft de eigen sportschool, hij is altijd daar volgens mij. Dat, ja, ja. dat beeld heb ik zeg maar. Je ziet er wel uit als zwartje en Boerkoud. Maar volgens mij kuurt hij ook man. Kan niet. Ja, dat weet ah. ik wel zeker. Ja. Ik ga mij niet vertellen dat, dat dat is pas sinds kort echt dat hij echt zo toch? Ja. ja. Daarvoor was hij wel echt afgetraind, maar niet zo. Ja, dus Nu is hij wel echt, uh, je weet toch, buff. Ja, ja die, nou, dat is 100% dat die ook guur ja. Dat kan je, je niet anders ja. voorstellen. Het is ja. gewoon net als is in de keten op het toverdrank gevallen. Ja. <laughs> hey, maar uh, even over het gewone leven. Je, in het gewone leven werk je. Het gewone leven, alsof vechten niet gewoon is. Maar ja. uh, in het dagelijks leven werk je als uh, medebegeleider in de zorg. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Ja, ik, uh, ik werk als uh, begeleider in de zorg. Ik doe ambulante begeleiding en daarnaast ook. Uh, ja, op, op, op groepen met mensen met een RM, dat soort dingen. Dus echt vast, groepen waar mensen vastzitten en niet zomaar weg mogen. En uh, ja, dat, dat, dat ambulante begeleiding, dat combineer ik samen met het kickboxen. Dus mensen die uh, uh, problemen hebben thuis, problemen hebben op werk of dat soort dingen, die er niet uitkomen, die een hmm. klein beetje ondersteuning nodig hebben. Wij gebruiken kickboxen om hen te activeren, om, uh, om samen met hun te werken, doelen te behalen, dat soort dingen. Okay. En uh, ja, dat doe ik met passie. Ja. Dat doe ik met passie. Ik begin Wat een leuk. beetje mijn team eromheen te creëren. Dat mensen, dat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Daarnaast geef ik ook gewoon normale personal training. Ja. Dus mensen die, uh, die technieken oh. willen ontwikkelen. Die gewoon beter, zo... willen ja, gewoon ja. beter willen worden. Ja, gewoon beter willen worden. maar willen blijven. E dat in combinatie met zorg. Bedoel, hoe, hoe gebruik ik kickboksen, hoe moet ik dat voor me zien? Ja, we gebruiken het als middel ja. om in contact te komen met iemand om bepaalde doelen kijk, kickboksen zelf heeft. He het, uh, dat, je leert er heel veel van. Snap je? Uh, discipline, doorzettingsvermogen. Dat zijn allemaal dingen die je kunt gebruiken in het dagelijkse leven. En wij proberen dat, dat kleine beetje extra te geven, waardoor je dat kan toepassen in het dagelijkse leven begrijp je. Ja. Dus tijdens het kickboxen, luister, je hebt nu uh, drie rondes vol gas gegeven. Kijk, die doorzettingsvermogen. Die kun je ook gebruiken in je werk, wat je normaal doet, of uh, in, uh, in, uh, in de baan die je eigenlijk niet leuk vindt, maar moet doen. Hmm. Dus doorzetten ze mogen. Gebruik ja. dat, snap je? 100%. Ja. Hoe vinden hoe vinden die jongeren dat dat ze dan met jou mogen werken? Weet je? Ja, leuk, leuk. De meeste jongeren kennen mij al voor dat ze zeg maar ja. dat is heel leuk. Ja. Ja. En je hebt ja, ook goed, mensen goed. die die uh, niet, niet los mogen. Dat denk ik in eerste instantie natuurlijk aan gevangenen, maar dat, wat, wat nee, zijn mensen nee. zijn er dan? Het zijn gehandicapte mensen zeg maar die die uh, in een fix setting. Dus eigenlijk dus niet in staat om. Uh, ook veel agressie, zeg maar. Dus mm -hmm. niet in staat om op zichzelf te wonen, zelfstandig te zijn. En uh, die hebben gewoon eigenlijk de hele dag door uh, zorg nodig. Begeleiding nodig. Begeleiding nodig, snap ja. je? Ja, zijn mensen wel met, met, met een geestelijke aandoening of... Uh, je, 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 gehandicapt geboren je hebt mensen met een LVB, weet je wel. Ja. Dus uh, lichtverstandelijke beperking. En uh, ja, dat uitzicht in onbegrip, agressie, snap je? Ja. Wij zijn ervoor om hen te ondersteunen. Ja. Vind je dat leuk? Ja, ja zeker. Ja. En hoe, is, hoe is dat te combineren met je, met je sport dan? Als ik, uh, als ik vecht, dan werk ik bijna niet. Okay. Dan ja. de, de, de meeste lessen die ik geef, zeg maar, die, uh, heel veel, zeg maar 50% van de lessen die ik geef, die besteed ik uit. En daarnaast sta ik op de groep en geef ik uh, een ja. paar lessen in de week, snap je? Okay. Ja. Ja. Dus, nu om, eigenlijk... dus als ik een wedstrijd heb, dan ben ik bijna niet aan het werken. Dus je bent ja. wel vrij uh, soepel of flexibel ja. om dat zelf een beetje in te delen. Ja, dan ben ja. ik meestal hier in Amsterdam aan het. Uh, ja, ja. Trainen en zo. Dat ja. ja. is kan... ook bijna niet mogelijk. Als je echt 100% wil geven, die mm -hmm. zou wel een paar lessen daarnaast kunnen geven of een paar uurtjes. Maar als je echt geconcentreerd wil zijn op je, op, ja. je kickboxen dan kan dat niet. Ja. Want dat vereist ja. veel tijd en, en ja. werk. Ja. Ook die die je traint in de ochtend, en dan als je in de avond weer moet trainen, dan ga je tussendoor kan je niet werken. Ja, klopt. Okay, heb je geen rust om in de avond te uh, staan? Mensen op jou te wachten om jouw klappen te geven. Ja. Of even, ja. je, moet ja. wel, je moet wel rusten. Ja. Ja. Ik heb me voorstellen dat het soms ook best wel zo frustrerend kan zijn. Maar ik kan me voorstellen dat, sorry, dat het ook heel dankbaar kan zijn. Dat als je succes boekt of als je ziet dat je uh, iemand triggert. of dat je bij iemand uh, ja, 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 contact maakt, je iemand bereikt. Dat is voldoening aan de kruid. Ja, zeker. He heb je een voorbeeld uh, van, van dit keer, nou, daar ben ik al trots op. Maar dat was een mooi moment. Ja, moeilijk te noemen, maar we hebben heel veel jongeren die eigenlijk uh, die, die komen kickboxen, maar die uh, daarvoor eigenlijk niks deden. Mm -hmm. Snap je? Dus eigenlijk de hele dag in bed liggen, jonkel smoken, ja. liggen, uh, je, toch niks doen, drinken. En we hebben ze wel kunnen activeren, snap je? Uh, als iemand bijvoorbeeld dan een doel krijgt: van luister, ik wil kickboxer worden. Ja. Snap je? Die, die, uh, dan denk ik, dan ga ik weer terugdenken aan mezelf van ik wil kipboksen. Je gaat dat meenemen in alles wat je doet voor de rest van je leven, begrijp ja. je? Je gaat dat meenemen in je werk, doorzettingsvermogen. Je gaat dat meenemen in iemand, iemand, een relatie die je opbouwt met iemand, begrijp je? Snap je? Ja. 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 Snap je? Dus heel veel voldoening haal ik eruit, echt waar. Ja. Ja. ja, dat geloof ik wel. Maar dat is ook wel mooi ja. om te zien dat je iemand inderdaad, want dat herken je. Misschien inderdaad nog van jezelf wat je zelf zegt, want jij was ook op zo'n kruispunt je, van, Snap je gaan we linksaf of gaan we de verkeerde kant je op. Uh, ja. Ja. Ik vind dat wel altijd het mooie aan het vechtsport, ook van. die vechtsporters die, 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 die gaan dan in de ring en die slaan elkaar helemaal de tering in, ja. zeg maar. en daarna staan, nou, hij doet dan in de zorg, sommigen zijn, zijn kok, ja. de ander is brandweerman, zeg maar. dat, ja, is, ja, dat ja. is wel het mooie denk zijn ik. zijn net mensen. Ja, ja. <laughs> dat zijn eigenlijk net mensen. Ja, maar dat, dat zeg het. ik ook altijd. ieder mensen zeggen van ja, verspoorten zijn het gewoon twee gekken die elkaar eens inslaan, agressief. Ja, maar je snapt niet waar het om gaat. Het gaat ja. niet om iemand pijn te doen. Het gaat om de, de beste versie van jezelf worden. En door ja, tegenslagen te overwinnen. En door technieken zo goed uit te voeren dat je beter bent dan iemand anders. De competitie, maar ook gewoon de eerlijke strijd. Weet je, wel? de strijd om beter te worden. En, uh, en, en dat is allemaal gebaseerd op. Op discipline, op hard werken, maar ook op respect, weet je. En dat... Maar ja, als je, uh, je hebt een wedstrijd gevochten, toch? Ja, ja. Wat is, wat is waarde? de mentale strijd of, de, of het fysieke? Ja, 100.000 procent mentale. Ja. Ja, procent. Ja. ja, weet je, dat is iets wat veel mensen onderschatten. We hebben het wel vaak over gehad uh, en, en vroeger heel vaak onderschat. Maar het is puur mentaal. Het is misschien maar wel een beetje fysiek. Juist, snap je. Ja. 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 Doe jij wat aan, aan, aan mentale preparatie of begeleiding of heb je bijvoorbeeld een mental coach? Of... Nee, heb ik altijd wel gewild om, om zoiets te doen, weet je wel, ja? Ja, maar heb ik nooit is er nooit van gekomen, een beetje blijven liggen. Ja. Maar het is wel echt interessant om, uh, om dat te doen, serieus. Ja. Maar heb jij bepaalde dingen, bepaalde rituelen bijvoorbeeld, die ja, je doet ja. om je in, in de juiste flow te krijgen? Of? Weet je wat ik vroeger altijd deed als ik ging sparren in Amsterdam? Ja? Die woensdag was altijd gehaktdag, weet je wel, dus ik, ja. ik ging met de trein, toen was, was ik nog wat jonger, ging ik met de trein. En altijd, als ik zo zeg maar naar, naar, de, naar de gym liep vanuit het centraal station, deed ik alsof ik zeg maar beveiligers om me heen had. Dat ik de man was die naar de sportschool liep, <laughs> weet je wel. Ik dacht vanavond gaat niemand mij pakken, ik ga iedereen slopen. Ja. Ik ga iedereen daar slopen, dus ik liep daar zo in het midden. Je weet toch, iedereen die bij mij in de buurt kwam, die werd weggestuurd, begrijp je? Zo. <laughs> zo liep ik naar die sportschool, zo ging ik gewoon en die mindset had ik. Ik dacht vanavond ga ik iedereen slopen, niemand gaat mij in de weg staan, zo. Dan had ik gewoon een goede dag getraind, snap je? Zo, dan dat ging ik dat elke ja, ja. keer zo doen. Weet je? <laughs> ik oh, zie man, hem al lopen gedaan. Tast mijn rug jullie, kom. <laughs> <laughs> Mooi man. Maar doe je, met wedstrijden doe je ook visualiseren per Ja, even. Ja. 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 Wat visualiseren? Gewoon, net, ogen dicht, even een momentje nemen, zeg maar. Oké, okay, die wedstrijd gaat beginnen. Die staat daar handen hoog, wat ga je precies doen? Snap je? Hoe ga je daar staan? Hij komt met dit, jij reageert met dit. Oké. Okay. Ja, ja. dus pak je pak de, pak dekking weer. Pak, de ja. midden, pak het midden van de ring. Druk hem naar achteren. Zet hem vast. Reageer. Oké, okay, hij komt weer met die stap uit. Reageer. Zo. Dus je vecht de wedstrijd in je hoofd. Ja, eigenlijk dat probeer je, of? Maar ja, uiteindelijk gaat het toch altijd weer anders. Maar gaat het dan altijd automatisch? Het gaat, toch altijd automatisch, zeg maar, het gaat een, ook automatisch, ja, ja. 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 Want je moet ook beseffen, zeg maar, in die week dat jij die wedstrijd hebt, mm -hmm. je gaat niet meer sparren of iets. Ja, ja. Dus het is eigenlijk alleen op de ring. dus je vergeet eigenlijk een beetje, soort van dat je hoe je kan vechten en hoe je wel ja, ja. kan vechten, begrijp je? Dus dan ga je, als je daar, ga je weer warm draaien, petsen ja. en dan begint het een beetje wakker te worden. Ja. Dan begin je een beetje weer uh, normaal te doen, weet je wel. Ja, ja lijf. Ja. En heb, heb je dat zo'n moment wat je net zelf gehakt dacht, dat je dan naar de sportschool loopt en je dacht? Heb je ook zoiets voor een wedstrijd dat je iets, een ritueel of een, iets inbeeld om in de juiste staat te komen? Nee, vooral veel gebed. Ik, ik, ik uh, uh, gewoon communicatie met, uh, met, uh, met, mijn God zeg maar. En dan uh, dat, 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 geeft mij de juiste concentratie, de juiste focus, weet je wel? Ja, ja. Ja. Is religie belangrijk voor jou? Ja, ja, zeker, zeker. Alles in alles wat ik doe uh, neem ik mijn religie mee. Ja. Nee. Mooi man. Ja. ja. Uh, ik wil naar het volgende onderdeel, en dat yeah. is uh, het onvoorprezende Mount Fightmore! Uh, Mount Fightmore, we zien het al op beeld uh, verschijnen, is uh, onze versie van Mount Rushmore. Je weet wel in Amerika waar die presidenten yeah. aan de rotsen uitgehakt hadden. En dit zijn, uh, ja, wat uiteindelijk voor Marloes en mij, wij, wij, wij de samenvechtersbazen, onze inspiratiebronnen in de fastport eigenlijk. Met andere woorden, degene die ons triggerde om deze sport te volgen, te gaan doen... en om dat van te gaan houden. Uh, voor de mensen die het niet weten natuurlijk... zijn Ramon Dekkers, Bas Rutte, John Bloeming... en Bruce Lee. En de vraag aan jou Marwan, is... wie is jouw uh, grote inspiratie... Beroemd, met andere woorden... wie zou er volgens jou... aan Mount Rushmore uh, moeten komen? Badr Hari sowieso. Als jongens ja? afhankelijk altijd al naar Badr. Ja, waarom Badr? Ja, weet niet. Hij heeft mij altijd... Kijk, als ik kijk naar nu, nu heb, ik dat, nu heb ik dat gevoel niet meer voor hem, weet je wel. Maar op, uh, vroeger had ik wel echt van Luister Badder is gewoon de man, weet je. Wel? Hij heeft het gewoon gedaan. Hij heeft gedaan wat niemand anders eigenlijk kon. Wat hij met Kipbox heeft bereid, heeft niemand gedaan. Jij. Toch? Die, die, wat hij neer heeft gezet, dat, dat bestaat niet. Ja. Ja. Maar wat, wat, wat je specifiek goed aan hem? Vind je specifiek goed aan hem? Ja, gewoon uh, zijn uitstraling, ze, je weet toch, de, de, de man die hij was. Ja. We hadden het tevoren hier al over, weet je? Dat is wat hem heeft, dat soort dingen, Klopt. die uitstraling, die charisma, dat heeft hem gemaakt, weet je? Niet eens best in zijn vechtstijl of uh, hoe hij vocht, weet je wel. Ja. Maar dat was, Badder was, uh, was de man voor mij vroeger, ja. Ja, ik hou van Badder, sommige mensen wat, uh, hebben iets. Badder heeft dat, wat sommige filmster of popster hebben ook, die hebben een bepaalde aura. Ja, het, is, ja. het, is, het, is niet, het is niet te vangen in woorden, het is niet iets wat je kan aanraken, maar het is dat als hij achter in de kamer vol met mensen binnenloopt, zonder dat ze misschien dat iedereen automatisch omkijkt. Die bepaalde ja. Ja. energie. Ja. 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 ja, ja. Komt ook omdat hij zo groot is natuurlijk, maar toch. Hey. Ja. Ja, ja, dat ook. Ja, maar als je hem niet ziet, dan weet je dat niet ja. natuurlijk. Maar, ja, ja. maar als, als 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 kleine jongen of als we beginnen de kickboxen, als je, kijk je veel naar ja. hem. Ja, ja. veel ja. naar buiten. Ja. Dan, eh, ik heb ook boxers waar ik echt veel naar kijk. Floyd Mayweather, Roberto Duran. Ja. Dus Roberto Duran, ja. die moet daar ook op ja. voor mij. Ja, niet normaal, gruwelijk. Ja. Ja, schitterend. Heb ja. je ooit de documentaire gezien, Nomas? Nee, die documentaire heb ik niet gezien. Die film wel heb ik wel gezien. Ik had dus documentaire en moet je echt kijken documentaire, uit heeft ging toe tegen Sugar Ray Leonard. Ja. En, 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 en die tijd misschien wel een van de mooiste tijd van het boksen. Marvin Hagler ja, en, weet ja, je je wel, en, en Tommy Hearns en het waren een beetje de, de, de grote. Maar was wat later nog Tommy Hearns en mooie. Ja, Tommy wel, Maar we allemaal een beetje, die hebben allemaal ja, ja, ja. af en toe elkaar, allemaal ja. overlappend. En uh, Sugar Ray Leonard vocht tegen uh, tegen Roberto Duran. Uh, partij werd hij in elkaar geslagen. Sugar Ray Leonard. En Sugar Ray Leonard was de posterboy, hè? Olympisch ja. kampioen. Hij was uh, uh, van ja, ja. Pepsi, weet ik veel grote merken. Hij was echt America's sweetheart. En uh, die dacht toen, omdat hij veel mensen zei dat hij een beetje een puntenboxer was, toen ging hij met Roberto Duran mee vechten. Toen werd hij in elkaar geslagen. En toen ja. hadden ze op een gegeven moment een rematch. En toen ging hij uh, weer zijn eigen spel vechten. En toen ja. heeft hij hem helemaal uit elkaar getrokken. En toen heeft hij echt, heeft hij hem echt boxles gegeven Roberto Duran. En toen tussen tussenronde door. Toen was er was beroemde woorden en toen, toen uh, dat zal hij die documenteren dan ook, toen weigerde hij het zoek te hij nou maar ik wil niet yeah, meer. Maar hij zegt hij, hij, mentaal... hij zelf dat hij het nooit heeft gezegd hè? Ja, hij zegt zelf dat hij het nooit heeft gezegd. Ja, ja, ja. Maar uiteindelijk ja, maar ik die niet documenteren, dan gaan ze zoveel jaar aan de dato, uh, gaat... Uh, Sugar Ray gaat op bezoek bij Roberto Duran en dan gaan ze samen gaan ze eigenlijk oude koeien uit het sloot halen. Maar je merkt dat er nog steeds heel veel, en vooral bij Roberto Duran, zit het nog heel, heel diep. En uh, Sugar Ray ja, ja, want echt... als je die film kijkt, hij, hij, uh, hij wou eigenlijk die wedstrijd niet vechten. Die nee. tweede keer tegen... Uh, hij wou ook niet op dat moment vechten zeg ja. maar. schitterend. Dus dat, dat is denk ik wat hem dwars zat. Maar, uh, mooi verhaal. Maar heel dan mooi de mooi Piedra, ja. schitterend. Ja, ja. Ja, echt. ja, mooi ja. Ik hou ook van Ben jij een beetje boxfan of niet? Nu begint het wel een beetje te komen. Dus ik, ik keek eigenlijk ook echt alleen maar naar kickboksen vroeger. En nu begint het steeds meer te komen, UFC, boksen en zo. Maar uh, die tijd heb ik niet echt meegekregen. Nee. Hey. Maar hey. ik ken de namen maar wel. Wie vind je, maar... je nu leuk om te zien? Nu? Yeah. Uh, ja. Ja, ik, ik vond sowieso die, uh, hoe heet die, Anthony uh, Joshua vond ik wel vet. Ja, nice. yeah. is Ik vond uh, gewoon ook alles bij hem Jim ook. <laughs> ook alles om hem heen vond ik gewoon vet toch. Ik hou ook van Ronaldo, dus is ook mensen. Ik weet niet, ik vind dat wel vet om te zien. Ja, en zo. Ja, ja, ja. Maar ik laatst ook die partij van uh, van Canelo was ook wel vet. Canelo, ja, ja. ja Canelo is gewoon echt een uh, fenomeen. Dus de beste boksen van van deze generatie uh, ja. denk ik. Ja, ja, dat vond ook hij. Hem vond ik ook heel vet. Hè. Ja, je wel, je wel. Ja, maar ik snap echt wel verdient. Ja, precies. Ja. Maar zo, sowieso nu eigenlijk dat hij een Badder noemt, ik vind echt dat we Badder erop moeten zetten. Hij is al zo vaak gaan doen, maar wordt er niet opgezet. Maar is, 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 hij is, gebaseerd op jullie toch? Ja, maar ja hij ja, is het is. Op, dat, wat, het is uiteindelijk is gewoon dit is voor ons he? en, en de ja, gasmarkt ja, okay, okay, elke week okay. eetje. eetje op. Hij moet gewoon op. Snap je? Het is persoonlijk ja. gebonden voor ja, hem. Ja, maar, is misschien was er niet de man die. Uh, die Luister, daar... deze er zijn er maar vier, maar weet je, iemand die er voor mij absoluut ook op moet eigenlijk. Maar ik mocht er maar twee kiezen. Is oh, Rob oh. Kaman. Want zo'n, weet je, Rob Kaman ja, is degene is wat, je hebt het over het altijd dekkert ja, maar uh, voor mij is dat zat zat die bovendekker, want hij was degene die kwam of die dekker meenam naar Thailand om daar introduceerde, toen Hij daar al jaren vocht en die man zo ongelooflijk goed. Ja, maar je moet de keuzes maken, weet je? Er ja. zijn, uh, weet je, uh, okay. kun je Nesje Hoos of Peter Aerts er eigenlijk ook niet aflaten, toch? Of uh, ja, zo kan ik er nog wel uh, nog wel een paar noemen. We uh, hebben zoveel ja. helden. Ja. ja, zeker, klopt. Ja, van, van het huidige boksen volg je het nog een beetje? Ja, ja zeker laatste Devin Haney, hij is goed ja, gedaan. tegen ja, Cambosos. Ja. 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 Uh, Lomachenko vind ik ook echt goed, maar heeft hij laatst verloren van die, uh, weet hij? Uh, van Tank, ja. Nee, niet Tank. Nee. nee. Ja, tank is ook goed trouwens. Ja, Tank. Gervonta vind, vind ik Javanta ook heel Davis. goed. Oh. Ja, man. Ja, het is wel een mooie tijd voor boksen nu eigenlijk. Ja, het is ja, nu ja al vooral dat gewicht. Dat gewicht zeg Dat maar, gewicht dat is, is echt uh, on fire. Ja. ja. Zwaargewicht is ook nog wel mooi hoor. Alleen ja, nu Gypsy King is gestopt, dan uh, vraag ik me af hoe het gaat lopen. Ik denk dat Joshua weer gaat verliezen van, uh, van Usyk. Denk ik ook, ja. ja. Dus ik. ik ja. Dus ja, ik weet niet. Maar, het hij is wel van coach gewisseld, hè, Joshua? Ja? Ja, hij is van coach gewisseld. Dus dat oh, is misschien. Want ik had dat, dat ik die vorige wedstrijd tegen Usyk, Weet je, en je weet je, vecht tegen een Southpool. Je weet wat hij doet, Hij was zo slecht op voorbereid leek, Hij was, ja. wist gewoon geen raad meer. Alsof en, hij het niet had verwacht ja alsof dat je is niet dat ze wel. je weet dan. hoe die man boxt en dan dat wat ik toen heel van tegenval, die wedstrijd duurt twaalf ronden en je hebt twaalf ronden de tijd om een oplossing te vinden en dat luk het lukt je niet. Weet je, je kan niks op bedenken. Dus hij heeft een nieuwe coach genomen, dus uh, ja. Maar Tyson Fury zei dat nog, hij zegt tegen <kwijnt> van, uh, hij ging gewoon boksen met een boxer, ja. terwijl die eigenlijk gewoon hij moet ik weet niet hoeveel pounds zwaarder is. Ik weet ja. niet hoeveel kilo is hij zwaar als die Usyk Die Oosik is eigenlijk gewoon een light heavyweight. Ja, als een cruiserweight. Ja, ja. En ja, dan gaat hij met hem lopen boksen terwijl hij hem eigenlijk gewoon uh, dood moet slaan. Ja. Vooral met de 120 kilo dat hij is. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar denk, wat denk je, als, uh, als uh, Thijs en Fury daar nu gestopt, zegt hij, je moet het nog zien. Maar ja, als ja, hij tegen Usyk gaat. Tegen Usyk vind, vind ik een hele goede vechter hoor. En. Uh, hij is wel atletischer als, uh, als uh, Tyson Fury, ja. dus dat, uh, dat in en uitbewegen zou hem heel moeilijk maken. Want Tyson Fury is wel, uh, is, is uh, hij is groot zeg maar, hè? Dus Ik weet niet, maar ik denk dat ik, ge, ik geef hem aan Tyson, ik geef hem ja, aan Tyson Fury hier Ik denk het ook, want ik denk Tyson Fury dan net iets te groot. En een veel betere bokser. Als je dat puur boksen hebt, betere bokser dan Joshua. Zeker. Veel beter. Zeker. En Usyk is ook een pure bokser. Ja, daarom. En dan maakt het size verschil, zeg maar, het verschil in oh, gewicht ja. en, en lengte, zo, maakt dan denk ik het verschil. Ja. Ik denk dat uh, de Fury is heel slim, hè? Vind je niet. Die man ja. is echt. Hey, maar ook ja, als je hem ja, kijkt, is gewoon zijn wedstrijd, zijn zo ziek, joh. Hoe hij, hoe hij eruit ziet en hoe hij beweegt en alles. Ja. Dat maar hoe, hoeveel jaren aan, aan ervaring? is niet normaal ja maar de hele zijn familie boksen ja, ook. He. zijn zeker, vader ja. zijn broers zijn neven zijn ooms, de hele familie zit allemaal in boksen en allemaal op hoog niveau oké okay. ja, ja, ongelofelijk hoe oud zijn die Tyson is uh, nog niet zo gek oud 32 of zo volgens uh, mij ja? ja hij is nog niet zo, volgens mij ik weet dat van niet uit, maar, maar hij uh, kan nog maar die ja, broertje zou toch vechten tegen die uh, Jack Paul, take take Paul. Paul. Okay, maar ja. is die broertje een beetje goed of ik ken die broertje niet ja kan wel boksen maar nou, het is niet... vaak hè, als je twee vechtende broers hebt, heb je eentje heel goed ja. en eentje is een beetje een gemankeerde broertje die uh, zat een beetje in de schaduw. Dat heeft, hij kan wel goed boksen, maar het is geen, hij zal denk ik geen, uh, ja, ja, geen wereldkampioen worden. Jake zal wel winnen denk ik. Maar ja? Dan, ja. Ik denk dat hij wel kans heeft. Ja, serieus? Ja. Oh, Kijk, okay. Jake... Het wordt van... wel de eerste echte test, denk ik, toch? Het wordt wel een zwaarste ja. test. Kijk, Jake, zou zegt van elke echt top boksen, wereldniveau boksen, verliest hij. Ja. Maar alles wat een beetje middenmoot is, daar heeft hij wel kans tegen. Okay. En ik denk dat Tommy Fury wel gewoon op mondiaal niveau dat hij een beetje middenmoot is. Oké. Okay. Ja. Ik hoop gewoon echt dat hij, dat hij Jake Paul ooit tegen een goede bokser En dat hij gewoon echt in elkaar wordt geslagen. Nee, maar dan, dan gaan, gaan ze echt... hem toch altijd voor beschermen. Ja, maar dat Want zou, zou wel mooi zijn. Man. Ja. Dat zou niet zomaar gebeuren. Hey, even over jou nog. Wat, uh, wat wil je nog? Wat hoop je nog te bereiken in je carrière? Ja, wat ik zeg, die, die, die titel bij One. Die, die wil ik wel graag, ja. Het ja. is wel iets waar ik voor, voor ga werken, vooral dat is een hele nieuwe motivatie die ik nu heb. Want ik heb een hele lange tijd. Zeg, ja, niet een hele lange tijd. Sinds Loon is gestopt, had ik niet echt meer een motivatie van luister, ik wil echt iets. Toen die tijd met uh, bij Infusion had ik het op zich nog wel. Maar uh, One Championship e heeft mij wel gemotiveerd om zeg maar echt weer uh, vol door voor te gaan. En, uh, en die titel, ik, 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 ik zie het wel realistisch om die titel te behouden, ja ik zie het al me. mooi we zijn nog niet van je af dus nee zeker niet zeker niet. mooi zo uh, en, en dat trek ik maar net af te vragen dat over for one dat je, dat zijn een mooie kansboden en alles ja. uh, is bijvoorbeeld glory is dat nooit uh, een optie geweest die zijn best wel wat jongens dat teken vooral van infusion hè omdat ze nu die ja, samenwerking ja, hebben ja, ja. nee is er nooit wegkomen. komen is er nooit komen nee nee en een partij tegen een, iemand van die gewicht zou dat, zou je dat leuk vinden ja wie is er nu hamisha hamisha 77. wie heb je nog meer ja, die gewicht is eigenlijk niet heel. Uh, <laughs> heel breed. Ja, nou, niet. Ja. dat was het volgens we mij. We hebben zijn een paar jongens in dat, maar ze zijn er een hoop kwijt. Ja. Mestnik of ja, dat is ja. ook wel interessant. Ja. Met, zeg maar, nee, glop. maar de enige die daar een beetje interessant is, is, is Hamisha. Ja, precies hele goede jongen, maar uh, we zouden twee Mensen keer tegen elkaar vechten, maar is nooit is nooit uh, één hmm. keertje had hij afgezegd. Dat wordt ook wel lang in Koenlo natuurlijk ook. Ja. ja, nee, maar wat bij Infusion. Eén keer oh, uh, bij Infusion? Uh, was hij te zwaar? En een keertje bij uh, een andere gala ja, waren okay. we nog allebei jong. Okay. Maar dat is de, hij is de enige interessante hij doet het nu heel goed. Club, ja. Dus uh, dat is ook wel interessant, ja. Hey, maar voor de rest Gloria, uh, weet ik niet. Okay. Even een, een bruggetje, want dat wil ik nog aan jou vragen. Even, even kort, Lord die was afgelopen weekend, oh, ja. Ja. onder andere Tavares, uh, die vocht daar uh, tegen uh, tegen wie? Locy. Ja, oké. Okay, ja. Ja. Goeie filter? Uh, ja. Nee. Dat nee, uh, is gewoon even koekje. Dekker ja, rond de, de kou. KO. Uh, wat, wat was je indruk verder van het evenement? Ik vond het echt leuk man. Ik vond het. Dat uh, is de eerste keer natuurlijk Glory en Fuse samen. En ik vond het Fuse gedeelte heel vet, heel leuk. Uh, en dan was er een kleine pauze en dan bouwen ze alles om. En dan wordt het opeens een Glory fan. Dat ja. was heel raar, maar het was wel. Ik, ik weet niet, ik vond, het wel, ik vond het wel gewoon nice. Gevechten waren leuk. Veel, veel knockouts gezien. Uh, alleen het, ja, het jammer is gewoon elke keer dat ze dan een Infusion vechten die best wel hoog gerenkt staan ja. dan, bij Infusion tegen een hele lage Glory gerenkte te ja, vechten ja, ja, ja. en dan kun niet dat uh, Want wie, ja. wie heeft van Infusion gevolgd tegen Glory dan? Uh, je had Terpstra tegen, tegen Bali of oh, wie heeft gewonnen? Terpstra heeft, Bali was geblesseerd zeg maar uitgeraakt. in welke ronde? Uh, tweede, <coughs> of tweede of derde ronde in ieder ja. geval maar, die, Bali, zeg maar die, had een, die, die die maakte de hele terpestra kapot. Terwijl die terpestra is twee meter, hè, ja. maar hij ja. maakte hem helemaal kapot. Uiteindelijk één verkeerde trap en toen geblesseerd. Maar Bali is eigenlijk 35 kilo vechter. Ja, uh, en die terpestra is ja. 2,20 meter 20 ja. of 30. En, en, hij, en hij maakte hem helemaal kapot, zeg maar. Dus dat was wel een beetje van, oké. Okay. Uh, ja, ja. Ja, ja, Nidal die, uh, ging ja. helaas niet door. Maar Waarom dat ging, ook ging die niet door? Uh, blessure aan zijn hand in de voorbereiding, volgens mij, okay. een paar dagen van tevoren. Albuni tegen Brunswijk. Dat is oh, mooi. Ja. Boenie brunswijk was, was, misschien wel de mooiste partij van de avond. Ja? Denk ik ja, dat het was. Het was gewoon stoten heen en weer. En zeg maar elke, 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 seconde kon er iemand neer gaan. Eigenlijk dat was het een beetje het verschil. Maar Boenie had uiteindelijk wel de, de overhand. En had we wel in de laatste ronde, vooral naar zich toe getrokken. Oké, okay. dat was wel, uh, maar ja. al met alles mooi. een mooie, mooie okay, voor herhaling vatbaar. Ja, zeker. Zeker okay. ik ben benieuwd. Ja. Uh, we zijn dan weer het einde gekomen. Ik vond het heel mooi om hier te hebben. mooie ja. verhalen. Uh, je doet goed werk. Onder andere niet in de ring of ook in de ring, maar ook uh, met je werk uh, in, in de zorg. Dus blijf dat vooral doen. En uh, we gaan je volgen, man. Bedankt voor je tijd. Top. Dank je wel. Rida, dank je wel. Ik zie jou uh, volgende week gewoon weer, uh, lijkt me. Ja, top. denk ik doen? het wel. Denk ik wel. Ja, maar okay, zeker. Top. Jullie allemaal weer bedankt voor het kijken of het luisteren hoe je deze podcast. Dus inderdaad tot je neemt via Spotify, Apple Podcasts of gewoon uh, via de YouTube. Dat je ons ook nog kan zien. Het maakt niet uit waar je het doet. Als je maar volgt, deelt, abonneert. En dan zien we je volgende week weer. Oes!